Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb geen mascara en zo op mijn hoofd. Maar ja, ik had een beetje kriebeloog, dus ik dacht, doe het even een dagje niet. Maar wat ik wel vandaag ga doen, is deze kast opruimen. En de kast van Niels, want ze zijn allebei weer gegroeid. Dus ik heb weer wat nieuwe dingetjes aangeschaft voor beide. En ja, dat moet ergens in. Ik denk dat ik het grootste gedeelte zonder geluid ga filmen, want... ze zijn hier echt enorme herrie aan het maken. Je hoort het nu niet, want het is net even een break. Toen dacht ik, nu neem ik de intro op. Maar het meeste gaat denk ik zonder geluid worden. Maar ja, jullie gaan een beetje zien hoe ik opruim. Misschien dat ik de ladekast ook eventjes meeneem. Ik zie dat hier allemaal zand ligt. Dat is ook heel erg top. Ik zal eerst even laten zien wat voor nieuwe dingetjes ik heb aangeschaft. Waar ga ik jullie neerzetten? Want ze groeit. allereerst deze sweater van de Zara. Lekker zo'n oversized dingetje vind ik bij haar super leuk staan. Met een leggingje erbij. Ja, gewoon lekker comfy. En ze is zindelijk aan het worden. En dat betekent dat ze heel makkelijk alles uit moet kunnen doen. Dus het zijn nu vooral leggingjes. Dan dit jurkje wat ze zelf helemaal fantastisch vond. Hij is ook echt super zacht. Dus ik snap het ook wel. Ik zet hem even, zit helemaal in de knoop. Deze, ook van de Zara. Alles van de Zara trouwens. Oh nee, is niet waar trouwens. Deze met grijze stipjes en heeft leuke ballonmouwtjes. En ze vond dat ze er een prinses in was en ze wilde hem aanhouden. Maar toen gingen we pasta met rode saus eten. Zeg ik, nou schat, dat gaan we toch even niet doen. Basic shirtje van de Hema. Want ik merk zeker op koudere dagen dat het soms gewoon net niet genoeg is. Gewoon een shirtje. Of een trui, dan wil je er gewoon net even iets onder doen. We gingen bijvoorbeeld laatst in het bos wandelen. Ja, dan is het wel lekker om even er iets onder te kunnen doen. Dus ik dacht een paar van die fijne ondershirtjes. Nog een zwarte oversized trui. Bij haar zijn veel dingen oversized, want ze is heel dun. Maar ze is wel lang. Dus als ik het dan... Dus ze heeft dan nu maat 98. Als ik maat 92 doe, is het te kort. Zit het eigenlijk beter, maar is het te kort. Dus dan 98. Maar haar broeken zijn bijvoorbeeld wel vaak 92. Maar dat is een hoog water. Maar denk nou, een soort van hip. Dan heb ik ook nog basic witte t-shirts. Ik dacht voor, zeg maar, ook voor onderdingetjes. Dat kan natuurlijk straks ook in de zomer gewoon. Maar ik ga ervan uit dat ze nu niet meer mega hard groeit. Maar gewoon twee basic witte shirtjes. En wat ik al heb meegegeven, want ze is nu bij mijn schoonouders logeren, zijn een paar hemden. Ze heeft al onderbroeken, maar die heb ik ook nieuw besteld. Die komen als goed vandaag binnen, want ja, ze heeft van die lieve kleine Elsa onderbroekjes. Maar weet je, nu ze dus altijd onderbroeken draagt in plaats van rompertjes, hebben we er iets meer nodig. Dus, en ik dacht ook een maatje groter is nu ook wel lekker. Ik denk, wat hoor ik nou voor geluid? Maar mijn vriendin zit hierin. Hi Mittens, gekke koekwous. Maar goed, we gaan aan de slag. Dit is hoe de kast er nu uitziet. Maar er zitten gewoon een aantal dingen waarvan ik gewoon nu al weet dat die echt te klein zijn geworden. Dus daar gaan we afscheid van nemen. En daar maak ik meestal daar een stapeltje van. Ook al onderweg. Dus zeg maar, dit jurkje had ze laatst aan. Toen dacht ik, ja Karin, dit kan echt niet meer. Dus dat doe ik dan al, zeg maar, als ik het een keer aantrek en dan denk ik nee. Maar het meeste, dat denk ik van, nou ja, dan loopt ze er maar een dag in en dan was ik het. En dan moet ik het daar dus opleggen, maar dan vergeet ik het. Dus dit ga ik even opruimen. En dan heeft ze dus hier in de la rompertjes. Daar kunnen we ook wel even wat in saneren. Nou, ik heb hier dus wel een paar nieuwe hemdjes voor haar, want ik had, dit zijn hele fijne hemdjes van de Hema. Deze heb ik in het wit, maar ik heb ze nu, dit was een pakje met grijs en roze, nou ook prima. Want die witte werden een beetje kort, zodat ze zo'n koud bloot buikje. Dus nu deze hemdjes. Nou, inmiddels dus luier broekjes en alleen voor de nacht doen we nog een gewone luier. En luier broekjes eigenlijk vooral als we naar buiten gaan en thuis loopt eigenlijk of in haar blote billen of in haar onderbroek. Bijvoorbeeld één zo'n sok die hier al heel lang ligt. Ik denk niet dat ik zijn vriendje ooit nog ga terugvinden. Dus weet je, dat moet misschien maar weg. En dit ligt er gewoon ook niet meer netjes bij. En hier zit bijvoorbeeld, ik wilde gisteren een leggingje pakken. En toen pakte ik deze. Toen dacht ik, ja, in welke wereld ze dit nog past, dat weet ik niet. Hier ligt trouwens er knuffels, want ik ben er bed aan het wassen. Dus dit gaan we even allemaal uitzoeken.
En ik dacht, nu het nog stil is bij de bouw, ga ik nog even door met Niels' kast toelichten. Dan hebben we dat ook gehad. En dan kan ik daarna gewoon in stilte alles aan jullie laten zien. Het is nogal donker buiten, dus ik heb even een lampje aangedaan. Ja, dit is zijn kast. Hier moet ik zeggen dat ik het iets meer bijhoud. En dat hij ook de leeftijd heeft bereikt dat hij iets eerder stuk gaat dan dat het te klein wordt. Maar bijvoorbeeld deze trui vind ik super leuk, maar het kan echt niet meer. Want hij heeft zeg maar zo'n stuk arm er nog onder hangen en dan komt zijn buikje hier onderuit. Dat is niet helemaal meer charmant. Dus ga ik toch nog eventjes doorheen en ook gewoon weer even alles een beetje netjes leggen. Ik weet ook dat er joggingbroeken bij zitten die echt te kort zijn geworden. Pyjama's denk ik ook, maar hij draagt niet zo vaak pyjama's meer. Oh, dat is ook leuk. Potlood. Dit is trouwens echt een gouden uitvinding nog steeds. Deze knutselbak. Dit is gewoon een bak van de HEMA met lettertjes erop gezet. En daar heb ik alle knutselspullen in liggen op deze dingen na. Want anders zijn ze na één dag op. Maar die foamstickers. Maar dit pak ik gewoon als ze willen kleuren en zo. Pak ik uit de kast, hoppatee. Hier zit zijn ondergoed in. Dit zijn al nieuwe boxershorts. Maar ik moet eventjes de oude eruit filteren waar de gaten in zitten. Maar dit zijn al nieuwe boxershorts en... als het goed wordt, dus vandaag nieuwe sokken bezorgd. Dan kan ik ook een paar oude weg doen die te klein zijn. Maar ik zag al dat ik hem net op pad stuurde. Ook met sokken echt die bijna gaten hadden. Dus moet ik zeggen, iedere keer als ik hem naar mijn schoonouders... als hij bij mijn schoonouders logeert, krijg ik allemaal bericht met... Zit een gat in zijn boxshirt. Zijn sok is stuk. Sorry. Dus, en wat ik bij hem ook even ga doen. Andere kast. Dit zijn meneers jassen en schoenen. Maar... meneer zijn vetenstrikdiploma gehaald. Dus deze kunnen van stal. Maar kijk, elk mens snapt dat dit in de zomer niet meer past. Want hij heeft nu al maat 31 en dit is maat 29. Dus waarom ligt het hier nog? Niemand die het weet. Dus ook dat ga ik even aanpakken. En hierachter ligt allemaal zooi. Gewoon eventjes frisse wind doorheen. Ik zit op mijn knieën. Het schiet heel goed op dit. En ik dacht, ik ga nog eventjes de twee truien zien die ik voor hem bestelde bij de Zara. Deze. Hele mooie bruine kleur. Hij heeft vaak grijze broeken. Dus dit leek me er wel heel mooi bij staan. Hij heeft maatje 116. Hij was zo groot, hè. Dat lijkt me zo bizar. Ik denk dat ze mij allebei gaan inhalen. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik ben 1,71, maar ja, ik denk dat ze mij allebei ver voorbij gaan streven met hun lengtes. Sterker nog, Niels' voeten. Hij heeft maat 31, ik heb maat 37, 38. Dus dat gaat wel een goede kant op. En deze zwarte trui. Iets ander model dan die andere, maar deze zit iets aansluitender. Vooral met de mouwen, maar ook een hele leuke trui. Dus dat is wat ik heb besteld. En dan komen dus nu nog sokken en ondergoed voor sokken voor Niels, ondergoed voor Elin van de H&M binnen. Dus. Dit is allemaal klaar. Ik heb hier nu de onderhemden en de lange mouwenrompers. Of de ondershirts eigenlijk. Hier heb ik de hemdjes en daaronder liggen nog wat rompertjes. Broeken, tulle rokjes, leggings, korte broekjes en de joggingbroek. Maillots, halve sokjes, normale sokjes. De washandjes en de luiers. En hier liggen nog wat hydrofielen en hoe heet die dingen voor daaromheen. Eigenlijk even kussen hoe ze dat dus. Dat gaat weg. En de andere stapel. Gaat naar vriendinnetjes. Op naar Niels. Thank you.
En dan is dit het resultaat. Van de pyjama's is echt werkelijk waar niks meer over. Ondergoed is ook flink opgeschoond. Vooral de normale sokken, dat zijn nog de halve sokken. Maar vooral de normale sokken is ook helemaal niks meer. Dus ik ben blij dat ik dat besteld heb. Ja, en ik hang dus bijvoorbeeld die truien altijd wel een soort van op kleur. En dan de t-shirts ook weer. Omdat ik dat gewoon heel rustig vind voor het oog. Ja, dus dit. En dan, nou ja, ook deze kant. Zelf beweert hij dat deze te klein is. Maar dat wil ik nog wel even zien. Want in principe zou het nog moeten passen. Zijn regenjas. En hij heeft nu natuurlijk gewoon een winterjas aan. Dit is een beetje een soort tussenjas. Hij heeft eigenlijk altijd warm. Deze moet ik even ophangen. Negeer dat. Zijn schoenen. Deze en die zijn nog een beetje groot. Die heb ik in de sale gekocht. Omdat ik, nou, hij heeft nu zelf de veters geschikt. Hij heeft nu zijn veterstrik diploma. En deze, nou, die heeft hij wel aan. Maar die vind ik nog net een beetje ruim voor als hij echt veel gaat rennen of zo. Deze is natuurlijk voor als het heel koud is. Maar anders vindt hij dat ook weer te warm natuurlijk. Dit zijn gymschoenen. Was iets van tweede halve prijs. Zijn gewoon die Scapino dingetjes. Maar ik dacht, nou ja, dan heb ik alvast de maat groter. Maar de maat kleiner zit dus nu in zijn gymtas. Stippertjes. Dus dat is het. Bij hem gaat de grootste stapel, dat was, negeer dat. Bij hem gaat de grootste stapel weg, want dat kan echt niet meer. En dan heb ik hier nog een aantal pyjama's. Ik weet bijvoorbeeld het kindje van mijn beste vriendinnetje, die is helemaal fan van dino's. Dus deze dino pyjama vindt hij misschien wel heel leuk. En een net blouseje en een paar dingetjes die kunnen nog wel, maar het meeste gaat weg. Ik bedoel, ja, weet je, dit ga je niet echt meer aan iemand anders geven natuurlijk. Dat begrijp je. Maar deze zijn nog wel heel netjes. Dus die dan misschien weer wel. Nou, dus zo kijk ik een beetje naar de spulletjes. En ik vind de kinderkast altijd heel satisfying om te doen. Want het resultaat is top. Maar het gaat ook heel snel. Het is veel makkelijker dan je eigen kast. Want bij kinderen kijk je gewoon, is het te klein of niet? En dat is de selectie. Terwijl bij mij denk ik, ja, het past nog wel, maar vind ik het nog leuk. Of het past eigenlijk niet meer, maar misschien groei ik er ooit weer in. Zeg maar de ene kant of de andere kant op, zeg maar. Dus ja, voor jezelf is het altijd lastiger. Maar voor kinderen ja, is het een stuk overzichtelijker. Dus helemaal top. Nou, nogmaals, sorry voor mijn een beetje blote binnengezicht. Ik hoop dat jullie het toch even leuk vonden om weer een beetje opruiminspiratie te krijgen. Dat blijf ik proberen te doen. Mocht je meer opruiminspiratie willen, laat het vooral eventjes hieronder weten wat jij nog leuk vindt om opgeruimd zien worden. Nou, vind je sowieso deze video's leuk? Vergeet je dan niet te abonneren om op de hoogte te blijven van al mijn video's. En een duimpje omhoog doen als je hem leuk vond. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!